Ondermans is dan op bezoek bij een vriend en diens American Stafford, een soort pitbull. De huiskamer verandert in een colosseum als pitbull Bronco plotseling zijn eigen baasje aanvalt. Ondermans grijpt in, maar wordt dan zelf gegrepen. Een half uur lang vecht hij met blote handen tegen het doorgedraaide beest. Ik had die honden in de ring vast en ik probeer. Het is gewoon een mocht. De politie durft het beest binnen niet dood te schieten, omdat de kogels dan kunnen afketsen. Zondermans heeft er begrip voor, maar niet voor het feit dat niemand anders ingreep. Dat niet. Volgens de eigenaar heeft Zondermans het beest te veel commando's willen geven.